namens Historisch Erfgoed van harte welkom heten in Zorgverkamp bij de feestelijke onthulling van het voorspel van Amerikaanse schilder en grondlegger van de Art Summer School, George Hitchcock. A very special welcome to the American Consul, Mr. Stuart Wilson, who will unveil the lesson later today. Ik zal even kort vertellen wat het idee is van vandaag. Er worden een aantal mensen gaan een woordje spreken. Er komt tussendoor wat muziek. Daarna zijn er nog wat sprekers aan het woord. En dan neem ik jullie allemaal mee naar buiten voor de onthulling van het borstbeeld. Aansluitend komen we met z'n allen weer terug voor een gezellig samenzijn. Ik wil aan de eerste spreker meteen uitnodigen om naar voren te komen. En dat is de heer Peter van den Berg. Ja, het is een heugelijke dag als je zoveel jaar met een project bezig bent en het lijkt er uiteindelijk te lukken en het staat er en je gelooft je eigenlijk ook niet op het moment dat je eraan kijkt. Dus voor mij is het een heugelijke dag en ik zal nu een verhaaltje houden dat niet alleen over die heugelijke dag gaat, maar ook over dingen die ik op mijn leven heb die weer komen tijdens mij. Niet dat u zich nou vreselijk schattig zet, maar het is wel wat nou ja, anders dan alleen, want zitten we hier gezellig bij elkaar. In ieder geval, ik begin maar met, volgens de Nederlandse socioloog zijn er veel tussen cultuur alles wat mensen belangrijk, nastrevenswaardig en relevant vinden. Ofwel het geheel van normen en waarden waardoor zij zich willen inzetten voor materiële en immateriële zaken. Ja, Peter, het is inderdaad een heugelijke en een zeer bijzondere dag. Want in 2009 hadden we eigenlijk nooit gehoord van George Hitchcock, een aanverwante, en we dachten ook niet aan de Egmondse school. Totdat het boek van Peter van den Berg, Uitdaging van het Licht, een verhaal over de Egmondse school, een kroniek over Hitchcock en Melchers in de periode van 1890 tot 1905, bij het Museum Kranenburg in de winkel lag. Fascinerend. Iedereen kent de schilders van de Bergense school, die van 1910 tot 1925 hun hoogtijdagen kenden in Nederland vanwege hun expressionistische schilderijen in aardse tinten. Ook enigszins in de vergetelheid geraakt, totdat Museum Kranenburg geopend werd alweer 20 jaar geleden. Ik besloot Peter van den Berg te benaderen, want ik wilde meer weten. Your Excellency, excellentie, dames en heren, welkom, ook mede namens de gemeente Bergen. Special welcome to Consul Mr. Wilson. It's a privilege that I may receive you here at this historical site of our municipality. And we hope that you will enjoy it here, and afterwards we will have small sightseeing on the roads at the castle site. I have translated my speech into English so that you can actually follow my outline. Ik zal nu in het Nederlands verder gaan met zoiets. En ja, ik voel mij zeer vereerd om hier te zijn en als vertegenwoordiger van de gemeente Bergen u te spreken. We staan hier omdat het bronzen beeld van de Amerikaanse kunstenaar Hitchcock, gemaakt door kunstenares Anna de Geef, zo heet, onthuld wordt. Dit beeld is een mooi eerbetoon aan een kunstenaar die voor de Egmond zeer belangrijk is geweest, zoals meneer van den Berg ook al heeft gememoreerd. Stuur van Stichting Historisch Egmond, Mr. Wilson, lokaal burgemeester de heer Roem. Alle betrokkenen bij Stichting Historisch Egmond en bij betrokkenen bij de Egmondse school, ik wil een paar woorden tot u richten. Ik sta hier inderdaad namens de Rabobank en misschien ook wel namens alle andere sponsors die dit mogelijk maken. Want naast creativiteit en inventief, ja, zijn er ook gewoon pecunia nodig om dit mogelijk te maken. En wij doen dat met plezier. We gaan op zo'n dag als vandaag, gaan we eigenlijk drie woorden komen bij mij op het netvlies. En die drie woorden zijn schatten, ontmoeting en talenten. En daar wil ik u even in meenemen. Het woord schatten komt bij mij op omdat wat hier nu gebeurd is, wat hier gebeurd is, de schatten uit het verleden blootleggen.
En ik denk dat dat heel erg waardevol is. Want het draagt bij aan een zekere trots. Ik ben aangekondigd als Hitchcock killer. Nou, ik ben niet de enige Hitchcock killer op dit moment. Samen met Peter van den Berg, die net het een en ander heeft toegelicht. Maar ik zou u graag namens de Stichting Historisch Egmond iets willen vertellen over het onderzoek wat wij hebben gedaan naar in eerste instantie George Hitchcock en later naar de Egmond School, zoals wij dat zijn gaan noemen. Ik heb een en ander in het Engels opgeschreven, ik probeer dat nu weer terug in het Nederlands aan u te vertellen. Inderdaad, zoals Peter al zei, in het boek, meest van u kennen waarschijnlijk het boek Derde Groen Verbinder, daar stond één of twee korte zinnetjes over een aantal Amerikaanse schilders die hier ooit zouden hebben geschreven. Hello everyone, I'm sorry I have to speak to you in English today. Unfortunately, Dutch is a very difficult language, I have to tell you. Although I love it, near to my heart. It's an absolute pleasure to be here today, and the birds are singing and spring is here. When I was asked to come here to present the statue, I had wondered, I had never visited Egmond before, and I thought, well, why would an artist colony be up in this area? And of course, as I thought about it, and as an amateur artist myself, I love to paint, I thought, well, of course you would go to the Netherlands, because you can go to any museum. Like, I know that Hitchcock had worked in Paris. You go to the Paris museums, you see Dutch landscapes, you see Rembrandt, you see, I can go on a long list there. The same thing for the German art gallery. So you come here, and as I was driving in, I was looking at the landscape, and I thought, this is absolutely a beautiful landscape. But it was when I actually pulled up here in my vehicle and saw this area, I thought, ah, this is why they came here. It's an absolutely beautiful spot. So, I want to thank you for preserving the history of this area. A lot of work has gone into this project. Also want to thank you as an American and someone representing the United States here, for honoring one of our citizens who has come here and has done good work. He is fairly well known in the United States, and I'm very happy to see that he has made an impression on the Dutch people as well. I think it's time. Ja, ik kan er niks voor doen, ze gaan. Ja? Moeilijk, maar het beeld maken vond ik fantastisch. Ik heb met hart en ziel dit beeld gemaakt. Ik heb er ongeveer een drie kwart jaar aan gewerkt. Om uw vraag te beantwoorden. Dank je. En dit is het mooiste wat je kunt doen in een hobby. Jezelf helemaal uitleven. Alles om je heen vergeten en dan je verdiepen in een persoon die zoveel moois heeft gemaakt in deze omgeving. Het was een kindje van mij en ik heb het nu overgedragen aan de Egmonders en ik hoop dat zij er heel veel plezier aan beleven. Dank u wel.